3D-printen is, is denk ik de toekomst, omdat daardoor minder massaproductie zal zijn. Laagje voor laagje wordt hier een nieuwe creatie van Ruben opgebouwd. Ruben, 13 jaar oud, is een van de eerste gebruikers van de 3D-printer. Hij heeft er zelfs één thuis staan. Schaakstukken, hoesjes, autootjes. Hij ontwerpt en print van alles en wil hier later graag mee doorbreken. Het leuke vind ik eigenlijk gewoon, ik ben ermee bezig, ik ontwerp het. Ik heb een idee, ik ben er een paar weken mee bezig met te bedenken van hoe ga ik dit dan uitvoeren. Dan ga ik tekenen, want eerst begin ik met 2D en dan ga ik naar het 3D tekenen. En dan denk ik van oké, hoe ga ik het oplossen? En dan is het steeds een soort van kleine puzzel. En dan, print. En dan na 2-3 uur is hij dan klaar. En dan pak ik hem eruit en dan kan ik het gebruiken voor waar ik het voor wil gebruiken. Toen ik hem net had, zat ik in groep 8. En toen was iedereen van, 3D-printer, hoe is die er? Dus toen zijn mijn vrienden vaak waar kwamen langs en dan dacht ze van, wat is dat? En liet ik het zien en we waren helemaal van, wow. En dat is wel grappig om te zien, dat ze dan denken van, oh, dit is wel zo gaaf. Dit is een van de eerste echt grote projecten die ik zelf heb gemaakt. Het is een schaakspel. Hier ben ik een paar weken mee bezig geweest, 5 weken ongeveer. En heb ik gewoon een tijdje over zitten nadenken over dit soort pion. Hoe ga ik dan een pion maken? Met het idee van zo strak mogelijk. Het is niet de ingewikkelde vormen van de meeste schaakspellen. Dus toen heb ik gedacht, oké, ik wil dit zo simpel mogelijk houden. Dus zo heb ik dan de pion in gedachten gehad. Dit is dan de toren. Dit is het paard. En dit is de loper. Dit is een kopje. En hij is ook waterdicht. Het zal niet zo zijn als je hem vult dat er al water uit zou vallen ofzo. Dit is dan een iPhone-hoesje, die hebben we gewoon van internet gehaald. Dit is een houder voor je iPad of je iPhone of wat dan ook. En deze vind ik ook heel gaaf, want ik gebruik het zelf heel veel. Gewoon bij mijn computer als ik mijn iPad er neerzet of zo. En mijn inspiratie is meestal gewoon als ik bezig ben met iets. Ik ben op mijn computer, een beetje YouTube kijken of zo. En ik werk iets en het is irritant omdat ik bijvoorbeeld mijn telefoon aan het opladen en ik haal hem er even uit en dan valt hij van mijn bureau af. Dan ben ik nu mee bezig, wil ik dan iets ontwerpen zodat hij dat vasthoudt. Dat hij niet steeds van mijn bureau afvalt. Dus dat soort dingen haal ik mijn inspiratie vandaan. Nou, natuurlijk, ik ben een van de jongere ontwerpers. Dus als ik iets ontwerp en ik zeg van ik ben 13, dan is het vaak al bijzonder genoeg. Maar ik probeer het altijd wel simpel te houden. Ik weet het niet, ik kan op zich hele ingewikkelde organische vormen maken. Maar vaak vind ik dat niet mooi. Ik wil het gewoon simpel houden. En dat is vaak wat mensen ook wel mooi vinden aan de ontwerpen die ik maak. Speciaal voor Basta heeft Ruben iets moois gemaakt. Ik begin meestal met het 3D-perspectief. Dus hoe het eruit ziet als ik in de 3D doe. Dus dan begin ik gewoon nu in dit geval van Basta. Begin ik met een vlak. En daarna komen er wat cirkels op en de letters. Na de 2D-schets ga ik naar 3D. Dan maak ik hem wat groter, kijk hoe het eruit ziet als ik in 3D. Wat dat kan dus met deze programma's. Heb je het ontworpen, dan kan je meteen zien hoe het eruit ziet. Dus dan ben je ongeveer, ik ben er misschien een uurtje mee bezig als het echt ingewikkeld is. Maar het logo was dan heel ingewikkeld, dus daar ben je dan misschien een half uurtje mee bezig om even te ontwerpen. Nou, zo ziet het er dan ongeveer uit. En dit is dan het eerste 3D-printen Basta-logo. Ik vind het nu wel af en toe wat. Met mijn vorige printer heb ik al wat geld verdiend. Ja, om hier mijn bedrijf van te maken lijkt me wel een heel leuk idee. Ik heb er best wel veel tijd aan besteed. Ik vind het ook echt leuk om te doen. Dus ik heb altijd wel ideeën voor bepaalde dingen. Mijn droom is om later industrieel ontwerper te worden. Van bijvoorbeeld als ik een telefoon kan ontwerpen of een hoesje ervan. Het lijkt me helemaal geweldig om te doen. Dus dat als ik op straat loop, dat ik iemand zie met een telefoon die ik heb ontworpen.